bij onze puiflijk is Koningsdag echt iets voor alle leeftijden. In Puiflijk begon Koningsdag bij de Oude Toren. Natuurlijk was er een kleedjesmarkt, maar er was nog veel meer te doen. Ons Puiflijk heeft de mooiste Koningsdag van heel Maaserwaal. We hebben de fietstocht die we elk jaar doen. Daarnaast hebben we elk jaar heel veel activiteiten in het ochtendprogramma, met name voor de jeugd. Bij onze puiflijk is Koningsdag echt iets voor alle leeftijden. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een koningslunch voor alle senioren. En we richten in het middagprogramma ons vooral op de oudere mensen. Zeg maar. Het is een lunch waarbij we ook altijd iets speciaals regelen. En dit jaar komt daar een bekende goochelaar zijn kunsten vertonen. Dus uiteraard de achter mij de kleedjesmarkt. Traditioneel, zoals denk ik elk dorp wel heeft. 1 euro. 1 euro? Dan wil ik hem wel hebben. En nu ga je het zelf ook weer wat kopen met die euro? Ja. Wat wil jij zelf kopen van dit geld? Ik denk zo'n squeezy drol. En van die 3 euro, wat ga je doen als je misschien nog wat meer verdient? Wat ga je er mee doen? Geen idee. Dus gewoon iets van sparen of zo. En ik heb een kleindochter die er heel blij mee is. Dus dat komt goed. Ja. Nou, ga het maar in het potje doen. En bedankt, ja. Hè? Ja. Alsjeblieft. Nee, in het middagprogramma zorgen we altijd voor een spektakelstuk eigenlijk. We hebben eerder zeepkistenrace, et cetera, gedaan. En dit jaar hebben we echt iets heel gaafs op de kaart gezet met de Vliegende Hollander. We hebben een paar mensen uit Puiflijk zo gek weten te krijgen om bootjes te maken. Als een soort van zeepkist, zeg maar. En vanuit die bootjes gaan de deelnemers een parcours langs waar ze bepaalde opdrachten moeten doen. En eigenlijk op avontuur gaan, zoals de Vliegende Hollander. Oké, leuk.